Hallo allemaal, mijn naam is Jurgen Hofmans, ik ben schrijver en ik ben hier regelmatig op Land van Lezen te zien met een nieuwe vlog. Nou, binnenkort is het weer zover, namelijk om precies te zijn van 24 januari tot en met 3 februari, de Nationale Voorleesdagen. En tijdens deze Nationale Voorleesdagen is dit prentenboek, St, de tijger slaapt, van Britta Tekkentrup, gekozen tot het prentenboek. En samen met 9 andere prentenboeken vormen ze de prentenboeken top 10, waaraan allerlei activiteiten zijn gekoppeld. Nou, in dit boek slaapt een tijger. En alle dieren willen er langs, maar ze willen de tijger niet wakker maken. Maar ja, ze ligt wel vreselijk in de weg. En gelukkig bedenkt een slimme kikker een plan als we er nou 1 voor 1 met een ballon overheen zweven. Dan maken we haar niet wakker, maar ja, daarvoor hebben ze wel hulp nodig. Hulp van de luisteraars. En interactie is dus geboden. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Daarvoor is het ook gekozen tot het prentenboek van het jaar. En met deze vingerpop, die je er voor 2 euro extra bij krijgt, zijn er natuurlijk allerlei interactieve spelletjes mogelijk. En bijvoorbeeld een spel in de kring. Kies een van de kleuters uit die de slapende tijger is. Een ander kind is een dier en die moet proberen om zonder enig geluid te maken, want dan wordt de tijger wakker, van de ene kant naar de andere kant te laten sluipen. Lukt de kleuter dit? Een andere activiteit. Zzz, de tijger slaapt. En kunnen de kinderen met behulp van een kookwekker, die op 1 minuut instelt, zoveel mogelijk woorden bedenken in 1 minuut die beginnen met de z. Bij de laatste vluchtpoging in het boek, gemaakt door een ooievaar, knapt de ballon. Nou, teken een grote ballon op een stuk karton, knip deze in 10 stukken en kunnen de kinderen die ballon weer heel maken. Nou, de Nationale Voorleesdagen worden altijd zeg maar afgetrapt met een voorleesontbijt. Organiseer dat ook dit jaar bij jezelf op school. Nou, nodig bijvoorbeeld een opa of oma uit die komt voorlezen of een schrijver. Of laat de kinderen uit groep 7 en 8 voorlezen. Nou, maak van 1 van de 10 prentenboeken die dit jaar centraal staan een PowerPoint. En met behulp van die PowerPoint in de hal of in een gemeenschappelijke ruimte kan er tijdens een heerlijk ontbijt worden genoten van het prachtige voorleesverhaal. Alvast heel veel plezier. Dag, tot de volgende keer.